Rainproof is de norm die we als stad hebben gesteld, dat de stad bestendig is tegen een bui die ongeveer eens in 100 jaar valt en dat daarbij dan er geen overlast ontstaat. Met computermodellen hebben we gekeken waar in de stad knelpunten ontstaan wanneer er een extreme bui zou vallen. En Nieuwezijds Voorburgwal Noord was een van die plekken. En we hebben ook het computermodel gebruikt om te kijken waar dan bergsystemen moeten komen en hoe groot die moeten zijn. Het is de binnenstad van Amsterdam, druk met kabelsleidingen, bomen moeten steeds meer ruimte krijgen, ook ondergronds. De enige loze ruimte, of niet gebruikte ruimte die we nog vonden, was onder de trambaan. We hebben hier een rainproof infiltratieveld aangebracht met rockflow elementen. Het bestaat uit rockflow elementen van halve meter hoog. En deze elementen die hebben we geplaatst op een onderbed van zand. En daarmee is het tevens een fundering ook voor de nieuwe trambaan die we hier gaan aanleggen. Wij weten hoeveel belasting Steenwol kan hebben. En daarmee hebben we kunnen berekenen dat in deze situatie, met deze toepassing, het makkelijk het gewicht van de trambaan en de tram kan dragen. Ja, Rockflow heeft binnen dit project eigenlijk twee doelen. In de eerste plaats kan het water opvallen bij extreme buien en wordt het opgeslagen onder de trambaan. En het tweede doel is dat dat water langzaam kan infiltreren naar grondwater en zo een buffer kan zijn voor droge periodes. Wij hebben binnen dit project gekozen voor Rockflow, omdat in een voorgaand project hier in de buurt, de Nieuwe Zijde Zuid, het ook hebben toegepast. We kwamen daar tot die keuze vanwege de flexibiliteit van het materiaal met kabelsleidingen in de ondergrond en de grote hoeveelheid water die het kan opnemen. De steenwolelementen van Rockflow die bestaan voor 95% uit holle ruimte, poreus als het ware. En die doorlatendheid van die steenwol is ook bijzonder hoog, zodat het water heel snel erin kan stromen ook. En als het water is opgenomen in die steenwol, dan kan het later weer infiltreren in de bodem. Bij dit project hebben we samengewerkt met drie partijen. In de voorbereidingsfase hebben we voornamelijk met de gemeente Amsterdam en met Waternet om tafel gezeten om het ontwerp te maken op basis van de uitgangspunten die gegeven waren. Waternet heeft het hele systeem nog eens doorgerekend met 3D software. En daarna zijn we met KWS, met de aannemer, om tafel gegaan om te kijken hoe de uitvoering in zijn werk zou gaan. De samenwerking met Rockflow was prettig ervaren. Rockflow dacht mee over de planning. Dit veld van circa 500 vierkante meter hebben we in 2 à 3 dagen gelegd.